Ik ben Ted van Lieshout en ik ga iets vertellen over twee schilderijen uit dit boek. Het heet Stil Leven. En ik heb het een aantal jaren geleden geschreven. En het gaat over deze twee schilderijen. Het ene, dat gele, het is van de Italiaanse kunstenaar Masaccio. En dat is uit ongeveer 1426. En het andere, dat bruinere, dat is van een Vlaamse kunstenaar, Dirk Bouts. En dat is uit 1465, of ongeveer. En waarom staan deze twee schilderijen nou samen in dit boek? Dat heb ik gedaan omdat ze allebei te maken hebben met perspectief. Ook omdat ze allebei iets vertellen over Jezus Christus. Op het ene schilderij hangt hij aan het kruis. En op het andere schilderij is hij bezig met het laatste avondmaal met de apostelen. Zoals ik al zei, het heeft iets te maken met perspectief. En perspectief, dat is het standpunt, het punt waar je staat en van waar je ergens naar kijkt. En bij allebei deze schilderijen is een verschillend standpunt gebruikt. Bij Dirk Bouts, dat is deze dus, is de schilder als het ware op een trapje gaan staan. Hij kijkt van boven naar beneden en dat kun je heel goed zien aan de hand van die balken in het plafond en de tegels in de vloer, die lopen als je die lijnen allemaal door zou trekken naar één punt boven het hoofd van Jezus en onder die luchter die daar hangt. Die komen daar samen in een verdwijnpunt, zoals dat heet, want daar komen al die lijnen in uit. Dat heet vogelperspectief. Dat is ook logisch, want de vogel kijkt als het ware van boven naar beneden op iets. En dat is ook het geval in dit schilderij. Bij Masaccio is iets anders geprobeerd. Daar is het kikkerperspectief uitgeprobeerd. En dat is als het ware dat je van boven, van beneden naar boven kijkt. En je kunt dat eigenlijk het beste zien aan die dwarsbalk van het kruis. Ik probeer het ietsje dichterbij te houden. Dan zie je dat de onderkant van die dwarsbalk is geschilderd. En de bedoeling van dit schilderij was dat het heel erg hoog in een kerk zou komen te hangen. Maar het perspectief was eigenlijk nog niet uitgevonden. Dus hij zat een beetje te proberen hoe hij dat het beste kon doen. En je ziet dat dat niet helemaal goed gelukt is. Want ik hou het ook nog een beetje dichterbij. En dan zie je dat er iets raars is met dat hoofd. Er is geen hals. Masaccio dacht, als ik nou geen hals teken, maar ik schilder dat hoofd ongeveer zo, en je staat beneden in die kerk te kijken, dan lijkt het net alsof het hoofd van Christus echt voorover hangt. En dan lijkt het nog meer dat hij heel erg aan het lijden is aan dat kruis dan als ik zomaar een schilderij maak. Alleen, als je het dan goed bekijkt, dan zie je, ja, maar er klopt iets niet. Want je kunt natuurlijk wel zeggen, ik schilder dat hoofd voorover. Maar dat kan je eigenlijk niet doen door dan maar helemaal geen nek te tekenen. Dus het is heel erg goed geprobeerd, maar het is niet helemaal gelukt.